Het ministerie van Volksgezondheid laat in een persbericht weten dat er momenteel in Brazilië, Venezuela, Paraguay en andere landen in de regio een ernstige dengue-epidemie heerst. Suriname is tot nog toe hiervan bespaard. Het aantal dengue-meldingen bij het BOG is tot nog toe laag, maar er kan een toename zijn in de maand januari en februari 2020. Het ministerie van Volksgezondheid en het BOG zijn op scherp en houden de situatie goed in de gaten. In deze fase worden bespuitingen verricht en wel binnen een straal van 100 meter rondom adressen van alle gerapporteerde dengue-patiënten met het doel de dengue-muskiet te doden. In verschillende woonwijken wordt er ook grofvuil opgehaald door openbaar groen en de bestuursdiensten. Volksgezondheid geeft verder aan dat met de regentijd er meer kans is op dengue. Volgens het ministerie broedt de Aedes aegypti muskiet, die het dengue-virus overbrengt op de mens, graag in schoon water in fase, putjes, tonnen, autobanden en afvalmateriaal. Het ministerie benadrukt dat er geen medicijn tegen dengue bestaat. De beste manier om dengue te voorkomen is het afdekken en of opruimen van broedplaatsen en door muskietenbeten te voorkomen. Dengue is een griepachtige ziekte die vaak nauwelijks tot geen klachten geeft, maar soms wel heel gevaarlijk kan zijn. Enkele klachten zijn misselijkheid en braken, uitslag op de huid, hoofdpijn of pijn achter de oogbollen en bloedend tandvlees.